Ik wil beginnen in een klein dorpje dat al benoemd werd hier aan de overkant van de tafel, namelijk Kinderdijk. En een combinatie van Kinderdijk en Gorinchem, wat is er namelijk aan de hand? Er zijn twee Engelse broers en die vinden Nederland zo leuk en zo fijn. Ze zijn een aantal jaren geleden hier een keer op vakantie geweest en dachten, het is zo'n mooi land, dat moeten we aan de wereld laten zien. En toen hebben ze een Facebookpagina opgericht, The Dutch Way of Life. En wat doen zij? Dus zij komen een aantal keren per jaar naar Nederland om ja, eigenlijk de kleinschalige, de kneuterigheid, de mooie straatjes, de gebouwen, maar ook de molens bijvoorbeeld, gewoon in beeld te brengen voor iedereen over de hele wereld die iets met Nederland heeft of voelt. En zij maakten bijvoorbeeld de volgende filmpjes. We are in Lingehaven in Gotham. And if this is not one of the most gorgeous Dutch harbors you've ever seen, then I'm a Dutchman. I have a favorite Dutch word. And I learned this word when I first moved to the Netherlands, and I absolutely loved it. And the word is winkelen. Live from Kinderdijk. Holy, holy molen. Holy molen. We are in Kinderdijk. Can you believe it, bro? Ja, dit is dus op Facebook vooral ook echt een hit. Die filmpjes worden 20, 30, 40.000 keer bekeken en ze laten gewoon Nederland op smol zien. Dus dat is mooi. Ja, dan gaan we eventjes naar Espelo. Dat is een